Hij klinkt zoals alle koffers op Eindhoven Airport. Toch is de inhoud anders dan normaal. Misschien een boek of wat shirtjes minder en wat meer contant geld. De reizigers met bestemming Griekenland zijn voorbereid op een land zonder geld. Ik heb het allemaal wel een beetje gevolgd op het nieuws, ja. En van de week gooien ze die banken dicht, dus we zijn er overal voorbereid. Dus. Ja. Ja, wat extra geld contant meenemen natuurlijk. En, dat hebben we in ieder geval gedaan. Het rommelt al maanden rond Griekenland. Toch kiezen vandaag weer 3 vliegtuigen vol vakantiegangers voor de Griekse stad of het Griekse strand. Mijn vrouw die heeft dat allemaal geregeld, dus ik ga gewoon mee. En toen ze zei, we gaan naar Griekenland, dacht u, oh nee toch, met al dat gedoe? Oh nee, dat maakt me niks uit. Nee. Nou, we hebben in januari al geboekt, dus ja, dan staat het daar nog niet zo bij stil natuurlijk. De gemiddelde zakkenroller in Griekenland weet nou ook dat elke toerist die komt extra geld bij heeft. Of je nou in Griekenland bent of in Spanje, en voor zakkenrollers lopen overal. Maar je moet altijd op je hoede blijven. En dat bent u? Ja, altijd. Ook op het terrasje of, of aan het zwembad? Ja, overal. Je moet goed op je spullen letten. De banken blijven deze week dicht, maar als het goed is kan er vandaag wel weer gepind worden. Toeristen kunnen dan normaal geld opnemen. Toch adviseert het ministerie, zorg voor een goede verzekering en voldoende contant geld. Gaat dat nog iets van invloed hebben op uw vakantie? Nee hoor. Gelukkig niet. Ik hoop alleen dat als we terug moeten, dat ze gaan staken. Dat u wat langer kunt blijven? Juist. Zorg dat de Grieken iets meer te pinnen hebben als het weer alles werkt. Ja. Nee, we komen er wel uit. Dus.